Nou, haar naam gaat nu inmiddels ook around the world. Daft Punk hoorde je bij Paradise. De Curaçaose Rilana Margarita heeft de hoofdprijs gewonnen in de competitie van 's werelds mooiste plus size model. Even terug naar dat moment, was afgelopen weekend. The title this year goes to Miss Curaçao. Miss Curaçao, congratulations. You have won Miss Top of the World Plus Size 2020. Please come into our life. Congratulations, Miss Curaçao. You are Miss Top of the World Plus Size 2020. I am speechless. I didn't expect this. Thank you so much. En nu hangt ze aan de lijn. Rilana Bontardi, heb je inmiddels wel weer wat woorden kunnen vonden? Bontardi, hi. Leuk je te spreken. Het was nogal een momentje, hè? Het was heel grappig. Want ik dacht, op een gegeven moment werd een Miss Queen uitgeroepen. Uh-huh. En ik dacht dat het toen voorbij was. Dus ik was nog helemaal in het feit dat ik vond dat ze het zo had verdiend, is Miss Benelux is uitgeroepen tot Miss Queen. Uh-huh. Ze zit in een rolstoel en het is echt een topdame. Dus wat goed. Dus ik was echt helemaal in haar gunmomentje om haar te feliciteren. En toen ging het verder en toen zeiden ze van, nu gaan we naar de main prize. Dus ik dacht, er komt nog iets. Dus ik moest nog verwerken dat het doorging en dat ik ook nog wat heb gewonnen. Dus het was echt eventjes, niet verwacht. Ja, het was ook een beetje anders dan normaal, denk ik. Want dit was allemaal vanuit huis. Jij keek hier naar een soort livestream waarin je dit hoorde, hè? Klopt. Het is dit jaar inderdaad anders. Vanwege corona kon het helaas niet doorgaan in Suriname. Want het was de bedoeling dat het in Suriname zou plaatsvinden. Dus we hebben echt een hoop online moeten doen, inderdaad. En hoe ging het dan in zijn werk? Was de hele competitie volledig online eigenlijk? Nou, in het begin, voor de lockdown, hadden we wel momenten dat we als missen samenkwamen. Althans, de missen die vanuit de National Director van Nederland hebben aangemeld. Mm-hmm. We hebben samen shoots gehad. Dus we hebben wel momenten gehad om elkaar te leren kennen. En even gewoon gezellig met elkaar, zeg maar. Ja. En toen kwam de lockdown. En toen moest alles eigenlijk een beetje heel solistisch geregeld worden. Ja. En hoeveel meiden deden er aan mee? In totaal deden er 18 landen mee. Oh, wauw. Ja. En het is inderdaad een misverkiezing, maar het is een andere misverkiezing dan normaal. Want het zijn allemaal plus-size modellen. Klopt. Het zijn allemaal plus-size dames. Niet allemaal zijn model. Oké. Ja. Maar het is inderdaad speciaal voor dames met een maatje meer. Want de normale misverkiezingen zijn denk ik maat 32 tot 36 max, denk ik. Mm-hmm. Ja. En dit was toch voor dames met een maatje meer in ieder geval. Daar ga jij niet in passen. Op zich heel bijzonder inderdaad. En het was ook wel een stap naar het helpt je ook wel je self-confidence boosten. Dus het was wel echt erg leuk om mee te maken. Ja, was het puur voor jezelf of zijn er nog meer beweegredenen voor jou geweest om mee te doen? Nou, mijn voornaamste reden was eigenlijk mijn persoonlijke groei. In die zin, ik ben vroeger gepest en ik heb er wel echt jaren aan gewerkt om zelfverzekerd te worden. Maar ik wilde ook heel graag een statement en een inspiratie zijn voor andere vrouwen. Ben daarom ook de movement I Am Mosanina begonnen. Eigenlijk voor alle vrouwen die ooit gepest zijn of ooit het gevoel hebben gehad dat ze niet mooi genoeg, niet goed genoeg of niet slank genoeg zijn. En dat wilde ik eigenlijk uitstralen van kijk eens, ik heb het ook kunnen overwinnen. Dus als ik dit kan, kan iedereen het. En dat is, ik ben ook heel blij met wat ik tot nu toe heb bereikt daarmee. Dus Wat noem de naam nog een keer, die viel bij mij net een beetje weg. Het is de hashtag I Am Mosanina movement. I Am Mosanina. Want dat is inderdaad jouw artiestennaam. Hè? Ik moest eerst ook even vragen wat nou jouw echte naam was. Je naam is Rilana, maar je hebt een soort alter ego online. En dat is Mosanina. Ja, ik zou het geen alter ego noemen. Ik zou het meer een modellennaam noemen. Oké. En ik heb wel geprobeerd om... Kijk, ik ben ook jurist. Ik ben ook mijn eigen juridische zaak aan het opzetten. Uh-huh. En ik wil eigenlijk niet die twee door elkaar laten lopen. Ik wil echt mijn modellen dingen echt apart hebben. Vandaar dat ik ook echt een modellennaam heb gecreëerd. Mosanina, wat ook een betekenis heeft voor Curaçao. De echte Curaçao-naren weten wel wie Mosanina is. En voor degenen die dat niet weten...
Nou, Mozzanena staat bekend als het mooiste meisje in de geschiedenis van Curaçao. Het was een slavenmeisje, maar behalve dat was het staatje voor een hele mooie, krachtige en vrouw met levendige ogen, maar ook iemand met een heel mooi liefdesverhaal. En ondanks dat ze dan een slaaf was, had ze toch genoeg liefde om mensen die tot slaaf gemaakt waren vrij te laten voelen. Dus het is eigenlijk een krachtige vrouw geweest die bekend stond om haar curves en om haar schoonheid, maar ook om haar liefde. En dat is een beetje de gedachte erachter. Ja. De inspirerende kant, die heb jij daar ook in. Want het is inderdaad, ik zit ook te denken, je hebt kinderen, je hebt rechten gestudeerd. Je bent eigenlijk alles wat mensen niet denken van een mis. Precies. En dat maakt het ook zo mooi. Want ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik altijd ook al gedacht heb van, hè, missen, meestal is dat alleen maar over schoonheid. En ja, inhoud zit er, ja? Dat is eigenlijk de gedachte die veel mensen hebben. Maar ik kan je vertellen, nu dat ik het zelf van dichtbij heb meegemaakt, het is echt helemaal niet waar. Ik heb zoveel mooie, intelligente dames leren kennen die zo inspirerend zijn en die echt met veel meer bezig zijn dan alleen schoonheid. En tuurlijk, je staat mooi op de foto's en het is lachen, maar behalve dat het gewoon keihard werken, is het discipline. Maar het is met name ook gewoon elkaar gunnen en elkaar helpen groeien. En dat is het mooie van heel dit traject. En wel een traject dat jij als winnaar hebt afgesloten. Ja, daar ben ik heel trots op. Ook nog eens. En je noemde al die hashtag. En zijn er nog meer plannen in het vooruitzicht? Ja, zeker. Ik wil gebruik maken van mijn periode of mijn termijn als Miss Top of the World Plus Size 2020. Ik wil een foundation opstarten. Daar ben ik nu mee bezig. En ik wil ook een paar dingetjes op Curaçao doen. Met name gericht op zelfvertrouwen, body positivity en empowering other women. Dus dat is vooropgesteld wat ik wil doen. Ja, want je bent nu, dat weten mensen trouwens niet, je bent nu in Rotterdam. Maar dus ook wel plannen om binnenkort naar het eiland te komen. Ja, zeker. Ja. Nou, bij deze staat de uitnodiging dan. Je bent van harte welkom om een keertje langs te komen als je weer hier bent. Oh, dat zou ik zeker doen. Dat lijkt me ontzettend leuk. En ik sta natuurlijk ook open voor allerlei samenwerkingen op het eiland. Dus het lijkt me alleen maar leuk om met meer bedrijven in contact te komen. Om ook, hè, om ook de foundation een beetje te helpen groeien. Ja. Nou, ik wil je in ieder geval een hele fijne dag wensen. Ga lekker nagenieten van die fantastische titel. En wie weet tot binnenkort. Hartstikke bedankt. Ik wil ook iedereen op Curaçao bedanken voor hun steun en alle support die ik heb ontvangen online. En zonder jullie was het allemaal niet gelukt. Dus ontzettend bedankt. Masha, dankie. Love you all, Curaçao. What a girl.